Because Sundays are for puzzles! Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag zondag. Sorry dat je het scherp staan in de achtergrond hoort. Maar vandaag neem ik een ochtendroutine op. Dag camera. Dag vlog. Hi jullie, het is al heel lang geleden dat jullie mij gezien hebben. Het is namelijk nu al 3:30 middags. Deze morgen heb ik mijn ochtendroutine gefilmd en ben ik aan de slag gegaan voor Zij of Gaar oktober 2019. Ik heb het thema bepaald en ik ben gaan brainstormen. Ook heb ik berichtjes gestuurd naar een aantal mensen voor voor het kopen van een tweedehands elektrische fiets. Ik ben namelijk op zoek naar eentje. En nu ben ik aan het zoeken naar een leuk muziekje om onder mijn ochtendroutine te stoppen. Op YouTube heb je namelijk een hele audiobibliotheek met muziek die je gratis mag gebruiken. Oh. Mijn god, ik denk dat ik alle mijn vlogbeelden heb geweest. Hoe kan ik zo stom zijn? Oef, ik heb het lekker niet gedaan. Yes! Anders waren dat een paar hele leuke vlogs die verdwenen. Uit het grootste deel van mijn ochtendroutine bewerkt. Er zijn wel nog een aantal dingetjes die ik hier heb opgeschreven die ik nog moet filmen. Het is een kladblad, daarom heb je ook een achterkant aan het blad. En nu ga ik puzzelen. Dat was één groot nadeel tijdens het filmen van mijn ochtendroutine deze morgen. En dat is dat mijn batterij niet volledig was opgeladen van mijn reflexcamera. En dat is nogal irritant als je een ochtendroutine wil filmen. Nu, puzzle time! Ondertussen kijk ik naar de Netflix show, die waarschijnlijk van Disney is, namelijk No Good Nick. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Ideaal om te kijken terwijl hij iets anders doet. En mijn kaasschilletjes liggen daar nog. Ik ga die bewaren om te voeden aan de kat van mijn ouders. Because Sundays are for puzzles! Mijn puzzel is af en ondertussen zit ik aan een van de laatste afleveringen van de show No Good Nick. Ik ga super blij zijn als ik die uitgekeken heb. Maar nu ga ik me klaarmaken om te slapen, want het is ondertussen al 9:45. Ik heb even mijn kledij uitgekozen voor morgen. Een streepjes trui, Hufflepuff sokjes, een topje en een zwarte broek. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer. Doedels!